Meneer Wilders, Johan Remkes heeft het over urgentie, over noodmaatregelen die op de kortst mogelijke termijn getroffen moeten worden. Wat vindt u van zijn advies? Ja, schokkend. Ik had echt gehoopt en ook verwacht dat de heer Remkes met een advies zou komen om met een noodwet te komen om die ja, toch verstikkende en doorgeslagen stikstofregels te gaan versoepelen. En in plaats daarvan lees ik dat de Nederlandse boeren worden gepakt, de veehouders moeten worden gesaneerd, de maximumsnelheid moet in delen, grote delen van Nederland volgens hem omlaag en normaal bouwen kan ook niet meer, emissieloos bouwen wordt voorgesteld, hè, alsof je het cement met de Tesla's op de bouwketen moet brengen. Dat allemaal maatregelen waar uiteindelijk die hardwerkende burger en die hardwerkende ondernemer alleen maar opnieuw de prijs voor betaalt, in de steek wordt gelaten en een extreem links en onverstandig advies. Maar Remke zegt, de natuur is kwetsbaar en sterker nog, er is bezuinigd op de natuur de afgelopen jaren. De natuur moet gewoon gered worden door dit soort draconische maatregelen. Dus u ziet die noodzaak niet. Nee, weet u, het gehalte stikstof in Nederland is de laatste jaren gigantisch gedaald. De regels waar wij ons aan moeten houden, we zijn weer het braafste jongetje van de klas geweest, zijn veel strenger dan in de rest van de Europese Unie. We lopen weer gigantisch voorop. En in plaats van dat het kabinet nu zegt, nou hou een keer op met die gekkigheid. Het is belangrijk dat er gebouwd moet worden, dat mensen gewoon kunnen rijden op de weg en dat die boeren die er niks aan kunnen doen en dat die veehouders niet hoeven te saneren, komen we met een noodwet om Nederland niet op slot te zetten. En wat doet Rutte of Remkes nu? En ik hoop nogmaals dat premier Rutte dat advies niet opvolgt, dat Nederland alleen maar meer op slot wordt gezet. Maximum snelheid omlaag, boeren worden gepakt en normaal bouwen kan niet meer. Dus het tegenovergestelde van moet gebeuren, erg onverstandig. En als de premier en de VVD dit advies van zijn partijgenoot opvolgt, ja, dan kan de VVD net zo goed gaan fuseren met GroenLinks.